Veel teams in organisaties beginnen hun week met een maandagmorgenvergadering. Helaas zijn die vergaderingen vaak energierovend. Tegen het einde van de voormiddag is men uitgeput. Het tegendeel zou moeten het geval zijn. De bijeenkomst van de teamleden zou moeten een boost geven om er weer tegenaan te kunnen. Recent heb ik zo in een medisch centrum een pedagogenoverlegteam mogen begeleiden en we hebben gefocust op die bijeenkomst. We zijn tot een vijftal punten gekomen, patroondoorbrekende acties, om voortaan die bijeenkomst energiegevend te maken. En eerste is het feit dat we de naam vergadering schrappen uit ons vocabularium en ze hebben gekozen voor de term labo of oefenplaats. De maandagmorgenbijeenkomst is het labo. En daarin experimenteren ze met nieuwe patronen van communicatie en denkwijzes die ze uiteindelijk ook in de organisatie willen laten rimpelen. Taal is een heel belangrijk punt van vergadering naar labo. Een tweede is dat de situering van de agendapunten steeds bedacht wordt. Agendapunten zijn over het algemeen erg concreet en uiteindelijk saai. Belangrijk wel. Maar het is de situering in de persoonlijke passie en waarden van mensen en de situering in de bestaansreden van de organisatie die motiverend werd. Agendapunten moeten telkens gesitueerd worden in het waartoe men iets doet. Een derde punt is dat sommige communicatiepatronen tussen de leden tot verstrengeling leiden. Met het kernkwadrant van Hofman kun je goed uitleggen dat sommige mensen valkuilen hebben en anderen dan daar allergisch op reageren. Er is daarvoor een rode knop nodig. De rode knop kan een belletje zijn of een teken zijn die men afspreekt om erop te wijzen dat men in metacommunicatie gaat en het gesprek rond een bepaald agendapunt stillegt. De rode knop is een alarmsignaal van hier is er een energielek. Een vierde is dat men voortaan ervoor kiest om te vergaderen zonder tafels. Mensen die recht staan of zitten op een stoel, die zullen gemakkelijker een centrum creëren, een cirkel creëren, waarin men zich verbonden voelt. En een laatste, een vijfde, is het idee dat men niet meer naar een vergaderzaal gaat, maar dat men vergadert in de respectievelijke kantoren van elk van de teamleden. Zo komt er een rondgang over de weken heen en zal men telkens vergaderen in iemand anders zijn bureau. Ook het voorzitterschap kan daardoor roteren, en diegene die de teamleden ontvangt, wordt eigenlijk een gastvrouw of een gastheer. Dat is meteen ook een heel andere rol van het voorzitterschap van een vergadering. Kortom, er zijn heel wat acties te bedenken om de maandagmorgenbijeenkomst op een heel levendige manier te maken, zodanig dat men tegen het einde van de voormiddag op een energieke manier de week tegemoet kan. Vergaderingen, bijeenkomsten, labo's, oefenplaatsen, elkaar ontmoeten.